ernaast en als er staat factor 50 en je smeert factor 20 op. Dat is dus wat er gebeurt bij sommigen. Factor 30 is factor 19. Maar hoe kom je daar dan als consument achter als er niet op staat? Dat is precies de goede vraag. Ja, deze drie komen als slechtste uit de test. Deze biedt onvoldoende bescherming tegen UVA-straling. En deze twee bieden niet de factor 30 die op de verpakking staat. Deze biedt factor 15, deze factor 19, maar deze bevat ook hormoonverstorende stoffen. Zo goed? Nee, zeker niet. Omdat je hebt met twee pufjes je hele arm ingesmeerd. Kijk, je bent je hele onderkant vergeten. Daar gaat het waarschijnlijk ook verbranden. Dus dat is zeker niet voldoende gesmeerd.